Hallo, dames en heren. Dit spel heet Schaken. Kan een saai spel zijn, maar het is meer een denksportspel. Ik zal eerst uitleggen hoe de stukken naar voren worden verschoven. De pionnen mogen maar vanaf de eerste moment bij hun tweede rij één keer of twee keer naar voren verschoven worden. Daarna mogen ze maar één keer naar boven naar voren verschoven worden. Het paard moet twee vakken naar voren en daarna één vak naar links of naar rechts verschoven worden. De dame mag van links naar rechts, van boven naar beneden, van schuin links, van schuin rechts, van schuin links, rechts onder, van schuin rechts onder verschoven worden. Zo ver mogelijk als je wilt. De loper mag maar van links boven, links onder, rechts boven, rechts onder verschoven worden. Zo ver als je wilt. De toren mag je maar rechtdoor of van links naar rechts of naar achteren verschoven worden. Zoveel mogelijk als je wilt. De koning mag maar één keer van links naar rechts, van achteren naar voren, van schuin links, van schuin rechts, van boven naar beneden verschoven worden. Alle stukken behalve het paard mogen ze maar verschoven worden pas als een van de pionnen genoeg naar voren is geschoven. Genoeg ruimte is om die grotere stukken, belangrijke stukken en betere stukken mogen en kunnen verplaatst worden. Zijn er nog vragen? Zijn er nog twijfel aan? Wil je extra uitleg? Wacht maar af tot je het praktisch kan zelf begrijpen als je dit spel gaat spelen. Anders zoek je de informatie op de computer. Ik heet nog steeds Michael Bastieri. Ik herhaal, ik ben Michael Bastieri.